Lammerts is nog maar de enige postzegelhandelaar in de stad Groningen. De rest is gestopt of failliet gegaan. Sinds de economische crisis is de handel in postzegels enorm teruggelopen. En dat is te merken. Dat is mijn privéverzameling. Daar heb ik vroeger eens een keer een serie gekocht. Daar heb ik 9000 mark voor betaald. En dat ding, daar beur ik nu nog geen 1500 euro voor. Nou, dan geeft er iets aan wat er met de waarde van de zegels gebeurd is de laatste jaren. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg zou blijken dat postzegels een betere investering zijn dan obligaties of goud. Maar dat is onzin, vindt Lammerts, want de waarde van de postzegels gaat gewoon mee met de economie. De waarde in de catalogie van de postzegels, zeg maar, de Nederlandse catalogie, eigenlijk de laatste jaren alleen maar zachtjes achteruit gegaan. Om een voorbeeld te geven, in 2008 was deze postzegel nog 80 euro waard. In 2010 levert dezelfde postzegel nog maar 60 euro op. Het advies van Lammerts, je kunt je geld beter aan iets anders besteden. In postzegels zou ik dus zeker niet in een moderne materiaal investeren. Hooguit eens een keer in een goede postzegel waar er maar weinig van zijn. Maar die kan jij en die kan ik ook niet betalen.